Ja, goedemiddag. Op deze speciale 1 mei-viering vanuit een ongekend leeg Koos Voorinckhuis. Normaal lopen hier om deze tijd hordes kinderen van scholen met schoolkampen of is een orkest bezig met een orkestrepetitie of individuele gasten met hun kinderen zijn op vakantie, maar het huis is gesloten tot 31 mei. Wat er daarna gaat gebeuren, dat weten we nog niet. U kijkt naar opnames die afgelopen woensdag zijn gemaakt in de centrale hal van het Koos Voorinckhuis. En u ziet dat Koos over onze schouders meekijkt om te kijken of het allemaal wel goed gaat. Het is de eerste keer dat we voor het NIVON een activiteit online doen. En dat is best spannend. Vandaar dat we hebben besloten die 1 mei-viering op te nemen. Het is voor het NIVON zijn het behoorlijk spannende tijden. We denken nu na over de 1,5 meter samenleving in de natuurvriendenhuizen. Accommodaties zijn dicht, activiteiten van de afdelingen liggen stil. Maar er zijn nog heel veel actieve leden en medewerkers van het NIVON die keihard werken elke dag. Zoals onder meer onze huiswachten, die alle huizen bewaken, steeds 2 mensen op een huis. Het is goed om aan het begin van deze 1 mei-viering deze werkers allemaal te bedanken voor hun inzet. Dit keer een hele andere 1 mei-viering, geen volle zaal met zang, muziek en rode vlaggen. 1 mei gaat via de digitale snelweg in een beperkte bezetting en een hele andere opzet. We houden 1,5 meter afstand op de tafel en met de camera. Voor het eerst dus NIVON TV vanuit Studio Koos. Bij mij aan tafel en van harte welkom Saadet Karabulut, lid van de Tweede Kamer voor de SP, ooit gemeenteraadslid in Amsterdam, ja. Bestuurskunde in Amsterdam en Bordeaux, actief in de studentenvakbond. Het is gewoon Wikipedia natuurlijk. Hè? Toch heel slim. Ja. En Sabine Baumkarter, nu gewoon NIVON-lid. Ze was algemeen secretaris, dat noemen wij directeur, van de Oostenrijkse Jonge Natuurvrienden. En voor deze jongeren is ze nog steeds verantwoordelijk voor internationale zaken. En ze is ontwerper van de boekjes De Wilde Roos, de uitgave waarin de Koos Voorinck-lezingen worden uitgebracht. We hebben Saadet gevraagd om na Jan Pronk, Katelijne Buitenweg en Marijn Oudeamse de 4e Voorinck-lezing te verzorgen. En dat wilde ze graag doen. Ze gaf aan dat ze het internationale karakter van de socialistische beweging wat nader wilde belichten. En dat bracht ons op het idee om ook de internationale kant van de natuurvriendenbeweging te belichten. En wie vraag je dan? Dan vraag je Sabine. En die reageerde gelukkig ook enthousiast. Saadet, om met jou te beginnen. Allereerst nog van harte gefeliciteerd. Gisteren 45 geworden. Ja. Nou. Fantastisch. Was het gezellig toch nog? Ja, ja. Ja, ja. Ondanks dat het een corona-verjaardag was, was het leuk. Oké. Hoe is het zover gekomen, Tweede Kamerlid? Hoe is dat allemaal? Wat is eraan vooraf gegaan? Inmiddels ben ik bijna 14 jaar Kamerlid. Ja. Dus dat is al een hele tijd dat ik actief ben vanuit de Tweede Kamer. Maar eigenlijk ben ik zo'n beetje heel mijn leven al actief in verenigingen, studentenvakbonden, lid van de vakbond. Dus het zat er altijd wel een beetje in. Totdat ik in 2006 lid werd van de SP. Omdat ik tot die tijd nog niet echt de politieke partij had gevonden die bij me paste. Dat was daarna wel. Ik stemde ook al wel SP. Maar ik was in die jaren ook vrij actief in de vredesbeweging. En toen ben ik eigenlijk de gemeenteraad ingerold en een paar maanden later in de Tweede Kamer beland. Ja, met voorkeurstemmen? Ja, ook nog. Ja, want ja. Je zat toen in de gemeenteraad? Ja. Oké, okay. Ja. Nou, helder. Je gaat straks de 4e Koos Voorinck-lezing houden. Tipje van de sluier? Ik probeer een blik te werpen op de grote vraagstukken van deze tijd. En dat zijn er echt een hoop. Vanuit een links internationalistisch perspectief. En ik hoop ook dat ik daarin de contouren schets van wat in mijn ogen linkse eerlijke politiek zou kunnen en moeten zijn. Oké. Okay. Sabine, je woont een paar jaar in Nederland. Waarom ben je deze kant op gekomen? Voor de mooie landschap. Het mooie landschap, ja. Nou, en voor de liefde. En voor de kijk aan, nou, dat zijn toch fantastische dingen. Nou. Ja. Nou, ik kom uit de Bergen, ja. Dus ik heb 8 jaar in Oostenrijk gewoond. En toen had ik behoefte aan een wissel van perspectief.
Dus ik dacht, ik moet naar het platteland, naar Nederland. Maar ik ben eigenlijk voor de studie hier naartoe gekomen. En omdat mijn vriend hier woonde, dacht ik, dat is een goede optie om Nederland te ontdekken. Wat heb je gestudeerd? Ik heb milieu en maatschappij gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Oké. Wat wordt jouw insteek van je verhaal? Ik wil jullie kort meenemen naar de oorsprong van de internationale natuurvriendenbeweging. En ook even kijken naar het doel van toen ten opzichte van het doel van nu. Helder. Zullen we maar beginnen? Is goed. Ja? Ja. Aan jou het woord. Dankjewel, Danny. Over de geschiedenis van de natuurvrienden is ontzettend veel te vertellen. Dit is een introductie, dus ik wil jullie graag meenemen naar de oorsprong, ofwel de kiem van de internationale natuurvriendenbeweging. Ik wil jullie meenemen naar Oostenrijk. En om precies te zijn, naar het Wenen van 125 jaar geleden. De industriële revolutie is in volle gang en heeft diepgaande gevolgen voor de maatschappij en de economie. Na stoomkracht en ijzer doen ook de elektriciteit en staal hun intrede. Overal worden fabrieken uit de grond gestampt en wordt het handwerk vervangen door grote industriële massaproductie. De winning van grondstoffen en de productie van goederen neemt in deze tijd enorm toe en het kapitalisme floreert. Als gewone arbeider moet je meedraaien met deze machinerie. Je moet je bergen verlaten, je dorp, je familiebedrijf en je moet samen met je familie naar de grote stad trekken. Naar Wenen. Toen de hoofdstad van de Oostenrijkse Hongaarse monarchie. Waar je ook kijkt, zie je vrouwen, mannen en kinderen werken en wonen onder ellendige omstandigheden. Er is niet voldoende schoon drinkwater, de riolering is erg slecht en de cholera is een reële en dreigende gevaar. Er is een groot gebrek aan woonruimte. De stad barst letterlijk uit zijn voegen. En de huurprijzen zijn zo gestegen dat je deze met een gewoon arbeiderssalaris gewoon niet kan betalen. Om de eindjes aan elkaar te knopen, moet je zelf je bed verhuren zolang je aan het werk bent. Dat doe je. Je verhuurt het aan een zogenaamde bedkeer in het thuis. Nou, en werken, dat doe je zo'n 12 tot 16 uur per dag. Ook op zaterdag. Recht op vakantie heb jij niet. En als je ziek wordt en je hebt een grote familie te verzorgen, nou, dan moet je je kinderen naar de fabriek sturen. Dit is voor mij nu in het jaar 2020 onvoorstelbaar. En toch, als ik denk dat mijn oma 93 is geworden, dan blijkt het niet eens zo ver weg te zijn. Maar terug naar het verhaal. Naar Wenen aan het einde van de 19e eeuw. We bevinden ons in een staat met hele grote contrasten. Een staat waar het culturele, wetenschappelijke en politieke leven wordt beheerst door de sociale elite van toen. Dat waren hoogopgeleide burgers, zoals professoren, leraren, rechters, maar ook rijke landgoedeigenaren, handelaren en natuurlijk de adel. In het Duits noemen we dat het bezit- en bildungsbürgertum. Het burgerdom of de burgers met bezit en kennis. Het waren dan ook deze geprivilegieerde groepen die vooral toegang hadden tot de natuur. Er ontstond toen de trend van de zogenaamde sommerfrische. Het uittrekken naar de natuur voor recreatie en plezier. In 1862 werd toen ook de Alpenverein opgericht en de verovering van de Alpen begon. Nou kan je je voorstellen dat je als arbeider die zo'n 12 tot 16 uur per dag werkt, van maandag tot zaterdag, geen tijd had voor recreatie. Daarom was het ook een van de belangrijke eisen van de recent opgerichte Sociaal-Democratische Partij om een 8-urige werkdag in te voeren. Het is tegen deze achtergrond
dat we de opkomst van de natuurvriendenbeweging moeten beschouwen. Deze is op 16 september 1895 officieel in Wenen opgericht onder de naam Toeristenverein der Natuurfreunde. Als oprichter van de vereniging waren de basisschoolleraar Georg Schmiedel, de schmidt en metaalbewerker Alois Rohrauer en zijn vriend en toen een jong student Karl Renner. Samen hebben ze de wens en de ambitie om een alternatief tot de Alpenverein te bieden. Ze hebben de wens om arbeiders de kans te geven ook de natuur te beleven, om bergstopspoor te beleven. Karl Renner, die later de eerste staatskanselier van Oostenrijk werd, schreef toen de statuten en ontwierp het logo wat nog steeds in gebruik is. Het logo met de twee handen. Een symbool voor de solidariteit van de arbeidersklasse. De oprichting van de vereniging was echter heel moeilijk. Sommige partijleiders waren erg kritisch over het doel van de vereniging. Het doel was toen de arbeiders voor plezier en recreatie de bergen in te sturen en niet op straat naar de klassenstrijd. Maar Karl Renner had hierop een slimme antwoord. Hij zei: als de arbeidersklasse daadwerkelijk de wereld wil veroveren, dan moet dat op elk maatschappelijk vlak gebeuren. Op wetenschappelijk, op sociaal, op cultureel, op artistiek, maar ook op toeristisch vlak. Met deze gedachten liepen die natuurvrienden voorop. De natuurvrienden hebben een belangrijke bijdrage geleverd om de leefomstandigheden van arbeiders te verbeteren. In de programma's van toen stonden lezingen over het klimaat, over de Alpen, over flora en fauna, maar ook cursussen die gericht waren op culturele ontwikkeling. Als een van de eerste punten stond dus ook de oprichting van een bibliotheek op het programma. In de afgelopen 125 jaar heeft de internationale natuurvriendenbeweging zich uitgebreid over meer dan 40 landen en telt inmiddels zo'n 350.000 leden. Deze zijn in de overkoepelende paraplu-organisatie NFI, de Natuurfreunde Internationale, met elkaar verbonden. De NFI is op haar beurt lid van de Green Ten, een platform van de 10 grootste milieuorganisaties in Europa. Maar hoe zit het nou met het doel van toen ten opzichte van het doel van nu? Ik ben geboren in 1989, het jaar van de eenwording van Duitsland. Het doel van toen is nooit mijn doel geweest. Ik heb nooit tekort gehad. Ik heb 17 jaar onderwijs gehad. En ik kan kiezen waar ik woon, waar ik ga en waar ik sta. Maar ik ben wel ontzettend betrokken bij de natuurvrienden. Waarom dan? Mijn eerste contact met de natuurvrienden was heel praktisch. Ik wou toen een klimgordel lenen voor mijn eerste klimcursus tijdens mijn studie. Ik wilde nieuwe mensen leren kennen en ik wilde samen gaan sporten. Mijn klimleraar was de directeur van de Natuurvrienden in Tirol. En hij is het trouwens nog steeds. Hij was degene die mij een wereld liet zien waar gepassioneerde vrijwilligers zich inzetten voor anderen. Uiteindelijk ben ik zelf kliminstructeur geworden, heb ik een eigen jeugdgroep begeleid en heb ik de lokale natuurvrienden vooral op het vlak van jeugd en natuureducatie helpen groeien. Tijdens mijn vrijwilligerswerk heb ik dus ook mijn passie ontdekt voor natuureducatie en jeugdwerk. De vereniging gaf mij de kans om me verder te ontwikkelen, anders dan mijn studie dat deed. Uiteindelijk heb ik gewerkt voor de natuurvrienden in Oostenrijk, voor de jongerenafdeling. En vanuit deze rol ben ik terechtgekomen bij IYNF, de International Young Nature Friends, ofwel het jongere variant van NFI. Bij IYNF kwam ik in een omgeving terecht waar jongeren vanuit heel Europa met grensoverschrijdende onderwerpen bezig waren. Het gesprek ging niet over de klassenstrijd
of over de verschillen tussen verschillende groepen. Het ging veel meer over de thema's die ons verbinden als mens. Het ging over globale onderwerpen, zoals de vluchtelingencrisis, globalisering en om Europa en onze rol als jongeren hierin. Als ik terugkijk naar mijn ervaring met de natuurvrienden, dan kom ik altijd uit bij het woord verbinding. Het ging om het samenkomen. Soms was het gewoon om samen te sporten, om samen plezier te hebben. Maar veel vaker ging het ook daarom om samen een dialoog te voeren, om het te hebben over moeilijke vraagstukken, om ervaringen uit te wisselen en naar creatieve oplossingen te zoeken. Hierbij moet ik denken aan het motto van IYNF: Connect and Inspire. Verbind en inspireer. En is dat niet juist wat wij vandaag zo hard nodig hebben? Als ik kijk naar de grote maatschappelijke opgaves van nu, dan gaat het voornamelijk om globale opgaves. Maar het zijn ook vraagstukken die gaan over de verbinding tussen mens en natuur. En als ik kijk naar de opgaves die op dit moment bovenaan de agenda staan, zoals de klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie, dan is één aspect heel duidelijk voor mij. Wij kunnen het niet alleen. We moeten het met z'n allen doen. We moeten de verbinding zoeken. En dit is actueler dan ooit. Niet alleen met blik op klimaatverandering, maar ook in tijden van corona. Wij moeten verbinding houden en versterken. Door de coronacrisis komt de grote machinerie van 150 jaar geleden plotseling tot stilstand. We staan nu op het kantelpunt waar we met z'n allen bepalen in welke richting wij gaan. Kijken wij naar onze eigen belangen als mens, als individu, als bedrijf, als Nederland? Leggen we de focus op korte termijn doelstellingen en herstel door nog meer consumptie? Of zien we het als een kans om het roer om te gooien en een koers te houden op een duurzame samenleving binnen de draagkracht van de aarde? Maar om terug te komen naar het doel van de natuurvriendenbeweging van toen ten opzichte van nu. Ik stel de vraag, is het doel bereikt? Ik weet het niet zeker. Als ik kijk naar de toegang tot natuur, dan zou ik zeggen ja, misschien in ieder geval in Europa. Maar wat ik zeker weet is het volgende. Het doel van de natuurvriendenbeweging is misschien veranderd over de loop van de tijd. Maar de waarden zijn nog steeds heel actueel en van groot belang. Namelijk respect voor elkaar, solidariteit, rechtvaardigheid en een duurzame omgang met de natuur. Zo. Dankjewel, Sabine. Mooi verhaal. Sadet, heb jij een eerste reactie? Ja, prachtig verhaal. Je hebt me echt helemaal ingezogen in de geschiedenis, in het thuisland. En je stipt natuurlijk een aantal hele actuele onderwerpen aan. En wat ik mij afvroeg is, welke rol, want je zegt heel duidelijk, de rol van verbinding is voor deze organisatie een hele belangrijke. Welke rol zouden ze moeten kunnen spelen in al die grote vraagstukken? Als je zou focussen op de verbinding, dan dat nu al gebeurt, vroeg ik mij af. Wij hebben een unieke positie volgens mij, omdat wij vertegenwoordigd zijn in, zoals ik zei, meer dan 40 landen. En er is altijd het ene aspect wat ons verbindt. En dat staat in onze naam. En onze programma's zijn misschien heel verschillend. En onze focuspunten zijn misschien heel verschillend. Maar we hebben wel een netwerk waar wij de verbinding kunnen zoeken. Dus wij hebben de kans om met elkaar te communiceren, om samen op te trekken, om ons samen te organiseren en de juiste vragen te stellen. Ja. Omdat het een globale kwestie is ook, hè, wat je al benoemde in je... En dat is ook het leuke bij het jongerenwerk, bij het internationale jongerenwerk. We komen samen en we werken samen aan één onderwerp, maar we brengen wel al onze ervaringen mee uit de regionale context. En dat geeft zoveel meer body aan een bepaald onderwerp. Soms zijn we niet eens bezig met bijvoorbeeld hittestress, wat wel in een bepaald land heel erg
gaande is op dit moment. En als je dan je ervaring kan delen, dan geeft het veel meer, het komt veel dichter bij je. Oké, nogmaals dank. We gaan langzamerhand naar de vierde Koos Vorklezing, de vierde alweer. De Koos Vorklezing is eigenlijk een idee dat het thema van die lezingen is de actuele stand van zaken in de linkse beweging. Dat is één. En de redactie die de lezing voorbereidt, die vraagt dan aan de spreker om zijn of haar verhaal voorstellen te doen voor de toekomstige agenda van de linkse beweging. En dat hebben we ook aan Sadet gevraagd. Voor de rest is de spreker helemaal vrij. Er zitten geen verdere grenzen aan. Maar we moeten wel eens kijken van, komt er een agenda uit waar we mee verder kunnen. Sadet, ben je er klaar voor? Ja, zeker. Oké, dan is de microfoon voor jou. Dank je. Leven is geen grapje. Je moet in grote ernst leven. Zoals bijvoorbeeld een eekhoorntje. Dus zonder daarbuiten of daarna iets extra's te verwachten. Je moet je dus uit alle kracht voor het leven inzetten. Je moet leven serieus nemen. Dus zo dat je bijvoorbeeld met je armen op je rug gebonden en je rug tegen de muur of in het lab in een witte jas met een enorme bril kunt sterven voor de mensen. En wel voor mensen die je zelf nooit hebt gezien. En zonder dat iemand je ertoe dwong. En ook nog eens terwijl je weet dat het mooiste wat je hebt en het meest waarachtige leven is. Dus in welke toestand, op welke plek ook, moet je leven als ging je nooit dood. Leven als ging je nooit dood is in de vorige eeuw geschreven door Nazem Hikmet, maar spreekt nog altijd tot de verbeelding. De verbeelding is dat we naar elkaar kijken, naar elkaar omkijken en elkaar zien. Ik zeg verbeelding omdat ontmenselijking, vervreemding en ontheemding aan de orde van de dag zijn. Waardoor we vaak bezig zijn met overleven, maar niet altijd met leven alsof we nooit dood gingen. Nu misschien noodgedwongen iets meer dan anders doen we dat wel. Het doet mij goed om hier te staan. Dank dat het NIVO mij de kans heeft geboden de Vorklezing uit te spreken. Het Nifon, waar ook ik een beetje ben gevormd in de huizen. Waar ik vroeger via DIDIF actief was voor de emancipatie van arbeiders met een migrantenachtergrond. Waar ik een van mijn eerste presentaties heb mogen geven. Waar ik heb geleerd te denken over politiek en maatschappij. Waar ik heb leren spreken voor een publiek. Waar ik werd aangemoedigd en een duw in de rug kreeg om te denken en te spreken. Het meest revolutionaire wat je kunt doen is luidkeels verkondigen wat er op dit moment aan het gebeuren is. Aldus Rosa Luxemburg. Wat gebeurt er op dit moment? Wat kunnen wij daarvan leren? Het coronavirus raast als een dolle over de wereld heen. Bijna 3 miljoen mensen zijn besmet. Bijna 200.000 mensen zijn overleden in meer dan 200 landen. Een biologisch massavernietigingswapen. Het coronavirus heeft ook ons land getroffen. Waar begin februari onze regering nogal laconiek reageerde, werd vrij snel daarna de ernst van de crisis duidelijk en zijn serieuze maatregelen getroffen om de crisis te overkomen. Nu worden tientallen miljarden vrijgemaakt om de gevolgen van de crisis op te vangen. Het IMF en CPB voorspellen een diepe economische crisis. In het meest kapitalistische land ter wereld, de Verenigde Staten, is de situatie nog schrijnender. Vanwege het groot aantal onverzekerden en de hoge kosten die mensen voor zorg moeten betalen. Terwijl ontwikkeling van het vaccin cruciaal is, is op de bijdrage aan de Wereldgezondheidsorganisatie gekort door de VS. Er is momenteel een overvloed aan bommen, granaten en permanente oorlog in de wereld, maar een schrijnend tekort aan mondkapjes, vaccins en preventieve gezondheidsmaatregelen. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, deed een oproep tot een wereldwijd staakt het vuren. Dat is geblokkeerd door de Verenigde Staten en Rusland in de Verenigde Naties. Het virus raakt iedereen, maar de allerarmsten betalen de hoogste prijs. De bewoners in de sloppenwijken in India, migrantenwerkers
En de mensen die leven in oorlog kunnen fysiek simpelweg geen 1,5 meter afstand houden. De geopolitieke strijd tussen de Verenigde Staten en China is opgeleid. Terwijl internationale samenwerking juist nu nodig is. Nederland neemt een eigen land eerst houding aan in de EU en Rusland en Cuba zetten hun beste beentje voor door de Italianen als eerste te helpen. Door de gezondheidscrisis hebben we plots frontliniemedewerkers. De publieke sector is vitaal gaan heten. Ironisch genoeg jarenlang verwaarloosd door neoliberalen vanwege de heilige graal van de markt, bezuinigingsfetischisme en dito economische rekenmodellen. We zitten nog midden in de crisis. Wat gaat komen kan ik niet zien. Maar we kunnen al wel vaststellen dat niet de miljonairs, multinationals of aandeelhouders ons door de crisis helpen, maar overheden. Dat niet bezuinigen op de publieke sector onze redding is, maar juist investeren. 820 miljoen mensen gaan iedere dag met honger naar bed. 135 miljoen mensen zijn aangewezen op voedselhulp. Voor Afrika en het Midden-Oosten dreigt nog meer honger als gevolg van deze pandemie. Zonder ingrijpen zal het aantal mensen in de wereld dat voedselhulp nodig heeft verdubbelen. Vooral mensen in conflictgebieden en in vluchtelingenkampen dreigen dood te gaan. Miljoenen mensen. Maar er is meer dan genoeg voor iedereen. Volgens Oxfam Novib bezitten zo'n 2000 miljardairs meer dan 4,6 miljard mensen op aarde. Dat is 60% van de wereldbevolking. Bijna de helft van de wereldbevolking leeft nog steeds van minder dan $5,5 per dag. Een economie die werkt voor de machtigen op aarde. Dat is ook wat nu aan de hand is. Vooral voor de machtigen die zich sterke mannen voelen. Die weer ritselen voor andere sterke mannen en vrouwen achterstellen. Vrouwen worden achtergesteld in het kapitalisme. De kapitalistische economie is seksistisch. Terwijl meisjes en vrouwen heel veel werk verrichten, krijgen ze er niet voor betaald. Terwijl vrouwen de grootste klappen van de crisis opvangen, hebben zij de minste zeggenschap. Al helemaal in de armste landen. In de landen die ook zijn volgestopt met schulden. De geglobaliseerde voedselketen en handel dragen niet alleen bij aan voedselonzekerheid en tekorten, maar ook aan ongelijkheid en klimaat en de ecologische crisis. Arme landen blijven arm omdat ons land een paradijs is voor grote bedrijven die wel profiteren van de rijkdom die landen te bieden hebben, maar weigeren belasting af te dragen. Nederland moet net als andere landen komen tot eerlijke handel, waarbij lokale gemeenschappen, mensenrechten, natuur en klimaat voorop worden gesteld. Het hyperkapitalisme voedt de opkomst van autoritaire leiders zoals Trump, Bolsonaro, Erdogan, Orbán, maar ook de futiele conservatieve figuren zoals Made in Holland, Thierry Baudet doen een duit in het zakje. Een grote bek, zo veel mogelijk verdienen, zo min mogelijk belasting betalen is de beloning. Terwijl het geld bij de superrijken tegen de plinten klotst, worden de lasten op mensen die wel werken voor hun geld afgewenteld. Er wordt een hypotheek genomen op de toekomstige generaties. In Nederland zijn er werkende armen, arme kinderen en onzekere jongeren. Kennis, macht en inkomen is geconcentreerd in handen van een steeds kleinere groep mensen. Dat ondermijnt de democratie. Dat ondermijnt het collectief. De helft van de Nederlanders heeft geen vermogen. En een hele kleine groep van 10% heeft 62% van het vermogen in handen. Terwijl arbeid steeds zwaarder wordt belast, krijgt kapitaal steeds meer vrij spel. Meer ongelijkheid, meer onzekerheid, meer gevoelens van onveiligheid. Zie hier de ruimte die rechtsradicalen en populisten hebben. Eerlijk zou zijn om deze verhoudingen om te draaien. Door miljonairs, multinationals en aandeelhouders de crisis te laten betalen. Door miljonairs veel meer en mensen die echt werken veel minder te laten betalen. Zodat de politiek en economie eerlijk wordt en werkt voor de velen. Te beginnen met het verhogen van het wettelijk minimumloon naar €14 per uur voor miljoenen mensen in Nederland die op de rand van de armoede leven, die werken maar toch niet kunnen leven. Deze door de vakbond FNV gevoerde campagne tegen ongelijkheid verdient brede steun.
Lang leef de arbeid, wereldwijd, lang leven 1 mei. Een eerlijk loon kan ook bijdragen aan bescherming van natuur en milieu. De snelle opwarming van de aarde is een van de grootste bedreigingen voor mensen. De natuur wordt slecht behandeld en raakt op drift. Ondanks de ondertekening van de overeenkomst in Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius, neemt de wereldwijde uitstoot nog steeds toe. Smeltende ijskappen, ontbossing, natuurrampen, biodiversiteit die verloren gaat. De klimaat- en ecologische crisis kan wel aangepakt worden. Onlangs pleiten ook 170 wetenschappers ervoor de coronacrisis aan te grijpen om eindelijk stappen te zetten. Ze pleiten voor kwijtschelding van schulden waarmee de rijke landen werknemers en arme landen hebben opgezadeld. Ook zouden volgens deze wetenschappers vervuilende industrieën niet langer beloond moeten worden met subsidies, maar zou een economie ingericht moeten worden die werkt voor velen. Geen miljarden subsidie aan de fossiele olie- en gasindustrie, maar investeringen in de transitie naar een duurzame economie met groene banen en een leefbaar huis en een betaalbaar huis voor iedereen. Klimaatpolitiek dient wel hand in hand te gaan met bestrijding van ongelijkheid en democratisering van de economie. Geen biomassacentrales meer tegen de wil van plaatselijke gemeenschappen, maar lokale energiecoöperaties. Geen hoge energierekeningen voor de mensen met de laagste inkomens, maar op ieder dak een zonnepaneel. Naast de klimaatcrisis is ook de nucleaire en atoomcrisis een enorme bedreiging voor de mensheid. Atoomwetenschappers hebben dit jaar de doomsday-klok vooruitgezet, van 2 voor 12 naar 100 seconden voor 12. De dreiging is vergelijkbaar met de gevaarlijkste periodes uit de Koude Oorlog. In plaats van ontwapening jagen regeringen elkaar op voor steeds meer militaire uitgaven. De teller staat inmiddels op $1900 miljard. Daarbij niet meegerekend de modernisering van kernwapens van alleen grootmacht Amerika voor $1000 miljard. De sterke mannen wedijveren om militaire en economische dominantie te behouden. Dominantie over grondstoffen, over regio's en over de winsten voor het kapitaal. Dit modern imperialisme verdient geen steun. Ook niet onder de noemer van steun geven aan de strijd tegen terrorisme. Terwijl na de val van de muur en een einde van de Sovjets het paradijs op aarde zouden krijgen, hebben we al decennia te maken met permanente oorlogsvoering. Het Midden-Oosten ligt in puin. Er worden nieuwe oorlogen voorbereid. Op Afrika wordt neocoloniaal beleid toegepast. Het extremistisch geweld neemt toe en Europa maakt zich op voor een nieuwe ronde koude oorlog en militarisering. Als wij vredespolitiek niet afdwingen, wordt keer op keer gekozen voor politiek met de wapens. Voor nieuwe kernwapens, voor steun aan dictators wereldwijd wanneer ze bereid zijn mee te werken aan het versterken van de eigen belangen. Mensenrechten komen zo steeds weer op de laatste plaats te staan. Volksopstanden voor sociale rechtvaardigheid worden neergeslagen. Vluchtelingen en migranten aangewezen als zondebokken. Het is aan ons om op te staan tegen de oorlogspolitiek, militarisering en imperialisme aan te klagen. Hier moeten we verantwoordelijkheid voor durven nemen. Wie legt anders verantwoordelijkheid af voor doden en gewonden in een oorlog? Wie is eerlijk over wat oorlog betekent? In de paar jaar dat ik nu woordvoerder buitenlandse zaken ben, heb ik een aantal dingen geleerd. Dat buitenlandpolitiek aan elkaar hangt van hypocrisie, eigen belang en imperialisme. Dat deelname aan missies altijd gepaard gaat met leugens. Dat was zo met de politieke steun van Nederland aan de Irakoorlog, met de inmiddels 19 jaar durende oorlog in Afghanistan en ook met de strijd tegen ISIS in Irak en Syrië. Waar het doel was terroristen te bestrijden, zijn jihadisten gesteund door Nederland in Syrië. Waar het de bedoeling was geen burgerdoden te maken, of tenminste het parlement hierover te informeren, is jarenlang gelogen over een van de dodelijkste Nederlandse bombardementen ooit. Leugens die aan het licht zijn gekomen door journalisten, mensenrechtenorganisaties en NGO's en jarenlange inzet van een handvol volksvertegenwoordigers. Dat is niet eerlijk en al helemaal geen eerlijke politiek. Dus laten we dit jaar stilstaan bij 75 jaar vrijheid. Maar ook bezinnen op de permanente oorlog die elders nog altijd in onze naam wordt gevoerd.
Wanneer we 75 jaar vrijheid herdenken, laten we dan ook stilstaan bij de imperiale oorlog die in onze naam werd gevoerd in Indonesië direct na de bevrijding. Wanneer we 75 jaar vrijheid en veiligheid vieren, zullen we bezinnen op nieuwe oorlogen die op de loer liggen. Wanneer we 75 jaar vrijheid vieren, laten we dan opkomen voor een ieders vrijheid de komende 75 jaar, zodat de wereld beter wordt. Zodat we nog 75 jaar in vrede en veiligheid kunnen leven. Hoe pijnlijk is het dat in het jaar waarin we 75 jaar vrijheid vieren, aan de randen van Europa duizenden mensen als beesten klem zitten. In overvolle vluchtelingenkampen. Misbruikt door politiek leiders voor eigen politiek gewin. De Turkije-deal, ontschepingsplatforms, prikkeldraad en muren. Niets is de huidige generatie leiders te gek om mensen te weren. Alleen geldt hier het eenvoudige principe. Als mensen geen eten hebben, dan komen ze het halen. Als mensen worden bestookt met bommen, dan slaan ze op de vlucht. Als landen worden leeggeroofd, als vuile deals worden gemaakt met dictators, dan betaalt de bevolking daar een prijs voor. De velen, niet de enkele. Wij, niet alleen zij. Iemand die dit op voortreffelijke wijze beschrijft in haar boek Niemand wil ze hebben, is Linda Polman. Zij onderzocht hoe vluchtelingen vaak door toedoen van diezelfde Europese leiders door oorlog en massale wapenleveranties worden verdreven van huis en haard. Zij schrijft, ik citeer, de Europese wapenhandel bestaat als een ecosysteem in de wereld van vluchtelingproducerende landen. Vanaf de eeuwwisseling exporteerden EU-lidstaten naar schatting voor meer dan 100 miljard euro aan wapens naar het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Ze worden gebruikt en hergebruikt in conflicten die miljoenen vluchtelingen veroorzaken. Diezelfde wapenindustrie verdient vervolgens aan de mensen die vluchten voor de Europese kogels door de techniek voor bewaking van grenzen en detentiecentra te leveren. Ook Nederland staat in de top 10 wapenexporterende landen. Ook al gelden voor een aantal landen na zware parlementaire en buitenparlementaire druk restricties. Nederland loopt vaak braaf achter de VS en NAVO aan met permanente oorlogsvoering, sluit deals met dictators en verkoopt wapens aan diezelfde landen. De vluchtelingencrisis is onderdeel van de grotere crisis van het kapitaal en staat niet op zichzelf. Vluchtelingen zijn mensen, mensen die het slechter hebben dan wij. In plaats van hen te verketteren of te weren, moeten we het systeem dat vluchtelingen produceert aanklagen en veranderen. Met 75 jaar vrijheid in het achterhoofd, de geschiedenis kennende, is meeveren met radicaal rechtse zondebokpolitiek geen optie. Wie niet wil dat mensen vluchten, moet hen voeden, niet bestoken met bommen. Wie niet wil dat mensen het komen halen bij de miljonair of in de rijke landen, moet geen muren bouwen, maar belasting betalen. Bouw muren voor het vernietigende kapitaal, maar bruggen voor mensen. Beteugel het geglobaliseerde kapitaal dat zo verwoestend werkt op de mensheid. Sluit niet uit de mens die racisme en uitsluiting aanklaagt, maar sluit racisme uit. Strijd voor gelijke rechten en plichten zonder te wijzen naar de ander. De velen kunnen het winnen van de enkele, als we ons niet laten verdelen. Het is nu weer crisis. Iedere crisis wordt aangegrepen om de gevestigde belangen te verzekeren, zoals Naomi Klein in de shockdoctrine Harfijn aantoont en ook nu weer voor waarschuwt. Dat was zo na de financiële crisis, dat zal na de coronacrisis niet anders zijn. Dus moeten we juist nu durven dromen, durven strijden en durven eisen sociale rechtvaardigheid voor iedereen. Weg met de barbarij. Op naar een rechtvaardige samenleving. Een samenleving waarin alle mensen mogen dromen. Een samenleving waarin menselijke waardigheid voorop staat. Waarbij niet langer het kapitaal, de winsten of particuliere belangen centraal staan, maar een politiek die werkt voor iedereen. Een politiek die toewerkt naar een maatschappij waarin alle mensen vrij zijn van onderdrukking, uitbuiting en vervreemding. Een maatschappij vrij van armoede, oorlog en racisme. Daarvoor is om te beginnen nodig verwerping van het neoliberalisme. Duidelijke politieke eisen voor en door velen. Een eerlijke politiek en economie die werkt voor de velen.
Een politiek die afstapt van dwingende neoliberale rekenmodellen en spreadsheets, maar de mens en liefde voor de mens, natuur en milieu voorop stelt. Niet van bovenaf opgelegd, maar van onderop opgebouwd. Radicaal democratisch, internationaal. Niet alleen in ons land, maar overal ter wereld. Eerlijke politiek begint bij de basis, bij mensen. Bij de liefde en verbeelding voor een beter leven voor velen in de wereld. Leven als ging je nooit dood. Dankjewel, Sedet. Elke zin was volgens mij raak. Maar ik kijk even naar jou, Sabine. Een eerste reactie. Lukt dat al, na zo'n overdonderend verhaal? Ik ben er mee eens. Sophie kan ik zeggen. Dus ik vond het inderdaad, het heeft me geraakt. En ik herken heel veel vanuit de beperkte ervaring die ik heb. Kijk ik er wel ook zo tegen verschillende dingen aan. Wat ik mij afvroeg, je had het over redelijk veel globale vraagstukken ook. Denk jij dat onze democratie, hoe zij nu is ingericht, geschikt is om globale vraagstukken samen met andere landen op te pakken? Een hele goede vraag. Ik denk dat de democratie al een aantal jaren heel sterk onder druk staat. De verwarring zit er natuurlijk vaak in dat het globale vraagstukken zijn, maar het lokale politiek betreft en het gaat om lokale gemeenschappen. En ik geloof erin dat je die twee dingen kunt combineren. Alleen, en dat was natuurlijk mijn pleidooi, dat vereist wel echt een ander systeem. Kijk, die opwarming van de aarde, dat raakt ons allemaal. Dus moet iedereen maatregelen treffen. En vervolgens heeft iedereen ermee te maken in alle landen. Wat doe je dan inderdaad met de lokale gemeenschappen? Hoe zorg je ervoor dat die transitie eerlijk verloopt? Hoe ga je die rekening betalen? En dat kun je niet van bovenaf opleggen. Dus die globale vraagstukken die kun je alleen maar veranderen als het vanuit de basis gebeurt. En als daar breed draagvlak voor is. En daar zie ik wel een groot probleem. Dat zie ik echt een groot probleem. En dat heeft natuurlijk ook te maken met die groeiende ongelijkheid. De ongelijkheid als zelfs, dat is niet iets wat ik verzin, maar er zijn hele rapporten ook over verschenen, als zelfs in een land als Nederland, met name ook die vermogensverdeling zo scheef is gegroeid, waardoor die democratie en de invloed van mensen brede lagen onder druk staat, ja, dan weet je denk ik heel erg goed hoe het elders ervoor staat. En dat zien we ook. We zien ook dat vervolgens valse profeten, autoritaire leiders beloven dat zij wel voor die, laten we er maar eens de werkende klasse, de werkende mensen op zullen komen. En natuurlijk doen ze dat alleen maar voor zichzelf en hun vrienden. Maar hè, met alle retoriek en valse voorwenselen is dat wel wat gaande is. Dus ik denk dat we het huidige systeem moeten versterken. Ik denk dat daar ook nieuwe vormen van democratische inspraak bij nodig zijn. En dat vereist echt op heel veel vlakken inzet. Ik vond het een geweldig verhaal, ook in het kader van wat jij zei over de doelen van de internationale natuurvriendenbeweging. Dus ik stel voor dat we het vertalen in Duits en Engels. En het kenbaar maken in Wenen en ik denk ook in Duitsland vooral, want onze Duitse natuurvrienden zijn erg politiek gericht. Mm-hmm. Daar, als je Manfred hoort, dan is het zo'n verhaal. Dus ik denk dat we het, als je het goed vindt, dat we het gaan vertalen en proberen in te brengen bij de internationale natuurvrienden. Dat lijkt mij een mooie afsluiting. Maar het NIVON heeft ook een agenda meegekregen. Daar wil ik je hartelijk voor bedanken. Dankjewel. Het was weer een mooie koosvoorlezing. Hij kijkt nog steeds heel vriendelijk. We zijn nog niet aan het einde gekomen van deze eerste historische 1 mei-viering. Nog twee dingen, zei Den Uyl altijd. Eerst een mededeling van de werkgroep NIVON Historie. Die hebben een nieuwe website met een oud geluid. Vanaf 1 mei, vindt de werkgroep een mooie datum, gaat de website van de NIVON Historie van start. De werkgroep heeft er hard aan gewerkt om een mooie, toegankelijke en informatieve site te maken.
De nieuwe website is een van de werkzaamheden van de werkgroep die zich bezighoudt met het archief van het NIVON. De afgelopen jaren is door de leden van de werkgroep door stapels papieren heen gewerkt. Niet verwonderlijk dus dat op deze website van alles te vinden is, in een geordende manier. Alle archiefmateriaal kan je inzien. Er zijn ook artikelen te vinden die over de rijke geschiedenis van het NIVON gaan en het Instituut voor Arbeidersontwikkeling. Tot 1960 was dat de naam van onze vereniging. Het is een website die dus nooit af is, want hij gaat over de historie en de grens wordt steeds verlegd. Er komt regelmatig nieuwe informatie en er verschijnen ook nieuwe artikelen. Ook het beeldmateriaal wordt niet vergeten en je kan naar het Natuurvriendenlied luisteren. Dus neem af en toe, of regelmatig, een kijkje op. Daar komt hij: www.historie.nivon.nl. We sluiten af met een performance van Inbal Abir. Dat is een moderne danseres uit Israël. Ze woont al heel lang in Arnhem. Heeft daar ook de studie gedaan aan de hogeschool. Ze beeldt met haar performance haar gevoelens uit toen ze op de televisie Israëlische en Palestijnse politici zag spreken over eenzelfde aanslag. Ze heeft toen het geluid uitgezet en ze zag de lichaamstaal van beide kampen. En die was gelijk. Ze heeft een onderzoek gedaan naar de fysieke taal van oorlogspropaganda en hoe in de perceptie in deze moderne tijd je gemakkelijk wordt aangeraakt, getriggerd en gemanipuleerd. En daar heeft zij 8 minuten lang een performance van gemaakt en die gaan we nu zien. Yeah.
Dat was Inbal Abir. Het was een zeer speciale 1 mei-viering hier in het Koos Vorenkhuis. Ik dank Sadet, ik dank Sabine, maar ook Rob Vermaas achter de camera. Wie weet is dit niet de laatste keer dat het NIVON deze techniek gaat gebruiken. Maar ik hoop toch dat we volgend jaar 1 mei weer daar in de grote zaal met 100 mensen samenkomen. Zang, muziek, rode vlaggen om 1 mei met elkaar te vieren. Ik dank jullie voor je aandacht en ik hoop dat dit een manier is om 1 mei te vieren in 2020. Tot zover en wie weet tot de volgende keer online met de NIVON-activiteiten.